Dit zijn scheepszuiden van een heel oud stoomschip, de Wimbrel, wat op 3 februari 1926 is aangevaren door een passagiersschip. Het passagiersschip is teruggetrokken helemaal naar Engeland terug. En loodsen hebben de mensen van de Wimbrel gehaald. De Wimbrel was op weg naar Antwerpen. In het Nederlands is de Wimbrel de regenwulp en de regenwulp is een vogel. En de regenwulp komt voor bij hoog- en laagwater, zeg maar bij getijden. Hier ligt ook de schroef van het schip. Dit is helemaal gemaakt van brons. En hier is de bordel waar het schip aan werd vastgelegd als die in de haven kwam. Al deze scheepshuiden zijn volledig geroest. En hier, deze heeft 2 rijen, deze heeft 3 rijen. Dat komt omdat waarschijnlijk dit is verdeeld in stukken. En dit stuk zat waarschijnlijk bij de machinekamer, waar het natuurlijk extra trilde. En hier, dit is gewoon 2 rijen, omdat het daar niet zo trilde. Het was op zich wel stevig, maar het hoefde niet zo stevig als bij de machinekamer. Ik vind het een heel mooi object, want het is sowieso de hele muur. Daar staat ook nog een logo. En ik wist er al veel van af. Ik geef er rondleidingen over. Ik weet er al het grootste deel van af. Maar als er nog wat is, ik wil er ook meer van weten. Dit was mijn mening.